Ja, ik denk er wel zeker denk een half jaar over na. En nou, als ik die knoop wel doorgehakt heb, denk ik van ik ga het gewoon doen. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag woensdag. En het is echt, ik ben net wakker. Oh, het is zelfs nog niet eens volledig licht buiten. Wat ga je straks natuurlijk gewoon krijgen, dan is het rond dit tijdstip gewoon nog donker. Het is echt een beetje bizar, maar ik vind het op de een of andere manier vind ik het wel iets knus geven of zo. Ik moet de slingers echt gaan opruimen achter. Vanmiddag komt Kimberly. En vanavond komt Lotte. We gaan over contracten ondertekenen. Dus ja, super veel zin in. Ik heb Kimberly momenteel ook al een tijdje niet meer gezien. Ze is momenteel begonnen aan een nieuwe studie. Leerkracht Engels. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarvan vindt. Het is heel iets anders dan theater wat ze eerst deed. Dus ja, ik ben benieuwd. Ze woont nu ook in Oosterhout, dus ze is lekker dichtbij. Ze woonde eerst altijd in Veenendaal, dus dat is ook wel leuk. Ik ga even een ontbijtje maken, heel veel wat drinken, want mijn keel is echt... En ik ben wel heel blij, want vannacht had ik echt het heel erg zwart. Ik voelde dat ik moest overgeven. En toen dacht ik, oh nee, heb ik misschien iets met de gourmet verkeerd gegeten. Omdat je zeg maar iets te kort op de... Ik heb met dingen gelegen, kip of zo, dus als zo'n risicovol iets. Maar gelukkig is dat ook weer helemaal weggetrokken. Ben ik weer in slaap gevallen en nu voel ik me weer helemaal top. Dus, oh, maar ik vond het wel even spannend, want ja, ik hou er niet van. Zo, ik heb mij even opgemaakt. Mijn foundation is bijna op, dus ga ik heel veel bestellen. En ik ben echt blij met mijn lengte van mijn haar of zo. Ik vind het echt heel speels dat het nu een stuk korter is. Maar goed, ik heb echt de meest loeberige trui aan ever. Hij is ook aan alle kanten kapot. Maar ik vind hem zo ultiem chill dat ik hem niet weg wil gooien. Pas als ik een goede vervanger heb gevonden. Deze trui is van Comget Fashion. Mijn broek is van Comget Fashion. En ik draag mijn UGG-slippers. Ik draag mijn UGG-slippers overigens alleen thuis. Dus ik ga er niet mee naar buiten. Ik vind ze gewoon super chill. Ze zijn heel erg zacht. En ik ben er heel blij mee. Dus helemaal top. Ik ga denk ik nog wel even een koffietje zetten. Kimberly is nu klaar met school. Dus die zal hier over ongeveer een half uur, drie kwartier zijn. Dus ik heb die tijd nog wel voor mezelf. En ik ben echt nog steeds zo fucking zenuwachtig, hè, voor zaterdag Walibi Fright Nights. Ah, ik ben echt bang dat hij de avond nooit meer kan slapen. Ik heb de platenspeler aangekregen. Ik vind het zo gezellig. Er zit een hele oude plaat in van... Ja, van wat eigenlijk? Ik heb maar echt een x-aantal platen. Dat vind ik trouwens wel heel erg leuk om te krijgen. Of om te kopen ook, maar voor cadeautjes en zo. Binnenkort komt Sinterklaas weer aan. Ik heb The Best of ABBA. En uiteraard kerstmuziek. En welke er nu in zit, dat is deze. Van Bing Crosby. Althans, dat zeg ik wel. Hier valt een plaat uit. Oh, dit is helemaal niet degene die erin zit. Maar het is wel Bing Crosby die je hoort. Maar daar zit denk ik dit kerstfeest ding erin. Ja, deze zit erin. En daar staat hij ook op. Yes, de man. En ik heb er uiteraard nog eentje van ABBA. Ik had er ook eentje gezien van Michael Jackson en zo. Echt super vet. Alleen sommige platen, die zijn best wel gewoon duur. Dan betaal je gewoon echt 40 euro zo voor zo'n plaat. Van Michael Jackson of van Adele. Dat soort mensen. Gewoon echt de popsterren van nu. Daar betaal je gewoon veel meer voor. Oké, poging tot bellen van de Tattoo Shop deel 2. Goedemiddag, ik spreek met Jill van Doren. Ja, een kaartje vrij hebben om met mij en samen met een vriendinnetje van mij een tatoeage te laten zetten. Ja. Oh mijn god. Jeetje. Is dat aan de andere kant ook een goed teken? Ja, dat is een heel goed teken, maar ik kan niet meer zo lang wachten.
Wacht je al heel lang? Nou, ja, ik denk er wel zeker denk een half jaar over na. En nou heb ik die knoop wel doorgehakt dat ik denk van ik ga het gewoon doen. Hij zit tot fucking juli vol. En ik ga echt niet meer wachten tot juli. Shit, hier baal ik echt van. Dat is echt heel goed. En dan moet ik op zoek naar een andere tatoeëerder. Dus ik ga over Dionne vragen. Oh, balen dit. Oké, mijn zoektocht naar een tattoo shop, een goede tattoo shop, is dit nu poging 2. En heb ik nu een andere tattoo shop gevonden in Zeist. Die wordt ook heel goed. De recensies zijn heel goed. Ik zie allemaal verschillende tatoeëerders. Dus ik ga gewoon bellen en we gaan gewoon kijken of het kan op zo korte termijn. Goedemiddag, u spreekt met Jill van Doren. De plek is om een tatoeage te laten zetten voor 2 personen. Ligt eraan wat je wil en door wie je graag je tattoo gezet wil hebben. Bij aan voor ongeveer 5 maanden. Zo. Volgens mij heb ik echt iets in mijn hoofd gehaald wat echt bijna niet te doen is. Heel veel tatoeëerders zitten inderdaad vol die dit een beetje kunnen. Ja, als je een goede tatoeëerder wil, dan zit je eigenlijk altijd wel met een wachttijd in je hoofd. Mijn god, iedereen zit helemaal vol. Ik ga even met Dionne overleggen. Misschien heeft zij connecties of zo. Oké, ik ben inmiddels samen met Kimberly. En Kimberly loopt daar. Hallo. En wij zijn nu onderweg naar de auto. Want ik heb tussendoor heb ik nog even een tattoo shop gebeld. En die zit hier in Nijmegen. Dus dat is helemaal top. En ik had dus gebeld of ze eventueel nog plek hadden. Maar hij zei van ja, beter kom je heel even langs. En dan gaan we heel even kijken. Oké, zullen we maar eruit gaan? Wat de fuck? Ja, we hebben geen aandacht voor het echt vaak. Holy shit. En je moet weg dan, hè? Stop motor staat. Maar het houdt nou weer op. Ook. Oké. Okay. Is dat ook echt zo'n doodkop hier? Ja! Het is, die borden zijn altijd zo subtiel. Je sterft langzaam. Oké, nou, we gaan wel gewoon, kom. Ja. Maar eigenlijk is dat toch scheef? Eigenlijk nemen we dat soort dingen nooit serieus, omdat we toch denken, er is vast niks. Ja. Nou, we rijden gewoon snel uit de parkeergarage. In ieder geval, we gaan dus heel even naar de tattoo shop. Ze willen dus heel even een opzetje gaan maken. Mijn idee gaan uitwerken en dan kunnen ze kijken hoeveel tijd ze eraan kwijt zijn. Het is hier vrijdag bij, dus we rijden heel snel met de auto in de weer. Mits we daar nog levend aankomen natuurlijk. Oh, nou, het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost om hier te komen. Want de hele boel is hier afgesloten. Maar volgens mij zijn we er. Oh, dit is hem ook al meteen. Ja, volgens mij wel. Ik hoop echt dat ik snel terecht kan en dat ze kunnen wat ik wil. Oké, goed nieuws. Ik heb een afspraak en het is heel typisch. Want er zit dus hier iemand in Nijmegen. Die maakt dus, die is gespecialiseerd in. En ik had dus straks had ik een tattoo shop in Zeist opgebeld. En die zaten dus 5 maanden vol. Toen dacht ik, jezus, dit gaat hem nooit worden. Zij zei ook al van, ja, bij een goede tattoo shop, dan kan je al lang wachten, bladibladibla. Dus ik loop hier net naar binnen. En hij zegt, ja, deze dag zit ze in Zeist, want daar tatoeëert ze ook. Dus ik zo, in Zeist, volgens mij heb ik daar vandaag nog naar gebeld. Dus hij zegt, ja, dat klopt. Daar werkt ze ook. Exact dezelfde. Dus ik ben helemaal blij. Want dan weet ik in ieder geval dat ik dus bij een goede zit. Want die was ook heel goed aangeschreven. Dus ik ben helemaal blij. Dus ik ga samen met Dionne en we hebben de afspraak staan. Ik ga nog niet vertellen wanneer, maar het is in november. Dat is alles wat ik vertel. En hoe en wat, dat zie je allemaal dan. Want ik wil het ook nog een beetje spannend houden voor mijn familie. Stel dat iemand dit kijkt. Sorry mam, ik ga het toch echt doen. Waar is Kimberly nou? Ze is helemaal... Ik zie een zwevend hoofd. Zo. Kimberly gaat weer naar huis met de schildpaddenrugzak. Kimberly, a.k.a. de schildpad. Nou, was gezellig. Ja, doei. Doei. Kimberly is naar huis. Milan is aan het douchen. En ik ga alvast beginnen met het eten. De aardappels. Even op zoek naar een pan. Zit er soms hierin. Andijvenstampot. Dus ik ga even de aardappeltjes schillen daarvoor.
Oké, ik heb dus een mutsje opgedaan. Deze heb ik vorig jaar van Milan gekregen met Sinterklaas. Er staat op smuck as a puck. En er staan allemaal, oh, je kunt het ook zo lekker zien hier, hè. Pucks op. En ik moet zo weg. En het is koud. Dus ik dacht, stop. Ik ga zo naar Lotte. Wat is licht slecht. Ik moet heel veel gaan uitvogelen wat hier aan de hand is. Ben zo terug. Kijk, daar ben ik weer. Nou is het licht dus beter. Nou kun je dus ook beter die muts zien. Maar ik ga zo naar Lotte. En Lotte woont hier namelijk ook. Ik heb van Lotte een appartement. Jezus, chill. Ik heb van Lotte haar parkeerplaats huur ik. Want wij hadden maar één parkeerplaats toen wij dit appartement huurden. Dus ik huur haar parkeerplaats weer. En we hebben heel veel een contractje opgesteld samen met mijn accountant. En ik moet wel even het contract ondertekenen. En de vorige keer is Lotte hierheen geweest. En nu ga ik haar huisje bewonderen. Ik weet niet of ik daar kan filmen. Zo goed ken ik Lotte nog niet. Ik weet niet of jullie soms weer gewoon een shot van mij zien dat ik weer thuis ben, zeg maar. Of dat ik wel bij Lotte ben. Maar dat zien we dan wel. Ik ben heel even aan het wachten op Milan. Die is zijn contract aan het uitprinten. En dan ga ik daarheen. En ik blijf daar niet al te lang. Want ik ben best wel moe. En ik wil vanavond nog Barbie zien. En dat zijn prioriteiten, jongens. Prioriteiten stellen in het leven. Oké, I'm ready to go. Maar ik mag wel eerst mooi het vuilnis gaan buiten zetten natuurlijk. Ik ben met Lotte. Hoi. Hoi. En Lotte die is, we hadden het over het Killer Body boek van Faya Laurens. Ik mag verder niet laten zien wat erin staat. Maar dat er een recept in staat, dat vertelde Kimberly dan vandaag. Die is daar dus mee begonnen. Dat is huttenkazen met kaneel. Ja, zegt Lotte, dat moet je echt proeven. Dat is super lekker. Dus ik ga dit nou proeven, maar dit ziet het er niet lekker uit. Oké, nou ben ik heel benieuwd. Ja, maar het is kaas. Moet je denken aan een soort van manchon, terwijl je dit eet? Ja, aan de cheesecake. Nee, het is niet heel verkeerd, nee. Stukjes appel, wil je iets? Ah, ik ga het wel lekker maken. Ja. Die kaneel die doet het wel. Nee, ik vind het serieus ook lekker zo. Op een toastje of zo, of cracker net. Maar of ik dit de hele bakje leeg zou eten voor mijn fun, weet ik niet. Nee, voor je killer body. Voor je killer body. Het is niet heel verkeerd. Maar ik eet alsnog liever pepernoten. Oké, en nu ben ik weer super wit. Oh, ik heb natuurlijk mijn ISO super hoog gezet. Zo, dit is beter. Nu werd het misschien iets te warm. Maar goed. Even gekletst, contract gedaan en nu weer lekker pyjama aan en de bed in. Ik lig nu in bed en ik ga even Samantha en Michael enkeltje te Rommelinos kijken. Want ik kan weer een aflevering vooruit kijken. En Milan die heeft Pip op bed gelegd. Maar die ligt natuurlijk al lang en breed lekker te slapen. En ze slaapt altijd heel goed als ze bij ons op bed mag slapen. Dan slaapt ze altijd in één klap heel goed door. En dan kan ze echt uitslapen tot 1 uur 's ochtends. Wat zeg ik, 's middags. En ik vind het altijd heel erg gezellig als een hondje op bed slaapt. Milan vindt dat helemaal niks. Dus vandaar dat ze altijd naast ons bed slaapt. Maar ik ga zometeen gewoon na deze aflevering ga ik gewoon pitten. Ik laat haar gewoon liggen. En dan zie ik vanzelf wel wat Milan doet. Als hij haar eraf haalt, ja, dan is dat zo. Maar misschien Mats teamen een keertje. Maar goed, ik ga dit wel kijken. Het is nu, hoe laat is het? 11:15. En daarna ga ik lekker slapen. Morgen is ook een hele leuke dag. Ik heb opnames met Milan. Ik moet 2 vlogs editen. Dan ga ik ergens in de namiddag, ik hoop eigenlijk een beetje op tijd, naar Dionne toe. Is jullie by the way al opgevallen dat er aan het einde van de vlog niet meer beeld wordt gebruikt wat in de vorige vlog afspeelt, maar wat in de vlog van morgen afspeelt? Laat het me weten in de reactie wat jullie er van vinden, dat ik het nou op deze manier doe. Ik ben bezig met een paar kleine aanpassingen, ook op de manier van editen en ook op de manier van filmen. Dus wellicht dat jullie dat is opgevallen. Wat wilde ik nog meer zeggen? Ik ben echt bezig met mijn intro en outro. Dus die komt er ook heel snel aan. Alleen het heeft iets wat vertraging. Dat heeft allemaal met copyright dingen te maken en zo. Dus ja, ik hou jullie op de hoogte. En nu ga ik lekker slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer.
Doei doei. Zo super vet. Ik vind het echt een heel leuk huisje. En dit is een sushi gemaakt met de inhoud van erwtensoep. Heel lekker. Pip heeft een dikke kut. Als de camera niet op je staat, heb je wel praatjes.